Ze zitten allemaal op 18, 20 graden hoor. Ja, als je dat kijkt, ja. Het is een hele mooie zang in de toekomst. De huid moet sowieso weer opgedikken, want nu we in de quarantaine hebben, we weten zijn en zouden gaan om. Er zit heel mooi kabelsoemi, heel mooi soemi verdeeld tussen de patronen. Aan deze kant is het heel erg mooi verdeeld. Dus een hele mooie zang in wording. Maar een tatagoi, dan krijg je het verschil weer. Kijk, als je een vis door de waterlijn haalt, kijk, dan zie je het. Dit is een hoogwaardige vis. Mag je even voor water gaan, dan zie je het meteen waarom. Je snapt, dan wordt het wit en eerst spierwit. En dan zie je nog in quarantaine, dan wordt het groot vuurrood. Dan zie je een hele mooie patroon, maar dan zie je kata sumi. En dan zie je voor de rest op de juiste plekken. Alleen maar tsubo sumi precies in de goede plekken ingevuld. Je ziet een prachtige odome, je ziet een prachtig kohaki patroon. Je ziet kiwasashi die geweldig is. Je ziet de voetprint die er allemaal komt. Kijk, en dan zeg je, dat is een tatagoi, dat is een tatagoi. Ik denk dat we alweer gegroeid is. Kijk, deze is een hoogwaardige vis. Er wordt een hele mooie zang in de toekomst. En deze plaat ik ook. En als je het verschil niet ziet, dan moet een mooitje een dure vis kopen om daar een probleem mee voor te krijgen. Zonder, dat is een zonde van uw geld. Mooi ding, dat ding. Nou, was ook een heel duur hoor. Ik zeg maar, transportdingetje is alweer bijna weg. Luc, ze is ondertussen al zo'n 61 was. 61? Ze was. Nou, 57 of zo. 57 was die. Ze groeien hier op zonder dat je veel moeite doet. We krijgen echt niet veel voer momenteel. Er zitten veel vissen, hè? Je kan niet voeren. Hè? Ja, zeker. Ah, hij was op de zin en hij zit op de rug. Ben je onze vinger? Nee.